Het inheemse dorp Taporipa in Nikeri beschikt sinds kort over een medisch centrum. De officiële opening werd maandag verricht door president Desi Bouterse. Hij benadrukte dat de toegang tot gezondheidszorg voor elke Surinamer belangrijk is. De algemeen directeur van het Mungra Medisch Centrum, Antoine Elias, is blij dat de regering de medische dienstverlening naar het gebied heeft gebracht. Het staatsziekenfonds heeft bijgedragen in de financiering van het centrum, terwijl bouwvakkers van het leger het gebouw hebben neergezet. Telesuur en de SWM hebben ook hun bijdrage geleverd om de voorzieningen in orde te maken. Volgens volksgezondheidsminister Patrick Pengel past de oplevering van de poli volledig binnen de doelstelling van de Pan American Health Organization en de World Health Organization om de gezondheidszorg naar de mensen toe te brengen.